Waarom hebben we een weegschaal bij de brandweerauto staan? In deze video leg ik het uit. Mijn naam is Theo de Klein en ik ben van www.brandweerauto.nu. Wij leveren onvergetelijke brandweerfeestjes en uitjes met de echte brandweerauto. In deze video ga ik eventjes uitleggen een vraag die heel vaak gesteld wordt. Of tenminste, nou, ik denk toch wel één keer in de twee maanden gesteld wordt. Die ik nog nooit heb beantwoord. Nee, in ieder geval nog nooit met de juiste getalletje. En die vraag wordt eigenlijk dus één keer in de twee maanden gesteld. Nou ja, ik denk de afgelopen 12,5 jaar. We gaan hem vandaag dus beantwoorden. De vraag is... Ja, dat is ook heel apart. Hier liggen paraplu's. Maar goed, dat even terzijde. De vraag is, hoe zwaar weegt dit opzetstuk? Dus tijdens de kinderfeestjes leg ik altijd uit wat je met het opzetstuk moet doen. Maar dan krijg ik ook wel eens de vraag, hoe zwaar weegt hij nu? En ja, ik heb er nog nooit nagegaan. Ik dacht van nou, vandaag is wel de tijd om dat even te doen. We gaan eventjes kijken hoe zwaar ik weeg. Daar gaat hij. Oké, 85,7. Nou, dan mag je dus zelf even nagaan. Hè? Dus eventjes voor jezelf opschrijven hoe zwaar het opzetstuk, dit opzetstuk weegt. Nou, gaan we eens kijken. 85,7. Ja, ik zeg altijd, ik verwacht dat hij 8 kilo weegt. Nou, we zijn benieuwd. Oh, hij heeft 0 aan. Nou, we gaan even kijken hoor. We zijn benieuwd. Daar gaat hij. 95,3. Ik ben heel slecht te rekenen, maar volgens mij is het iets van 7 kilo. Wat zegt hij nou? Is het van 7 kilo. Dit opzetstuk, die weegt dus ongeveer 8 kilo. Wil ik dat ook weer voor de volgende kinderfeestjes? Ja, ik heb nog een verzoekje. Want ik ben 4 augustus, word ik 50. En wat zou het leuk zijn als we op 500 abonnees uitkomen op ons YouTube kanaal. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. 4 augustus, 50, 500 abonnees. Dus klik even op de link van abonneren en abonneer zelf even op ons YouTube kanaal. Yo YouTube, vergeet niet te liken en abonneren voor exclusieve brandweervideo's. Ja, natuurlijk. Zeker.